Bepakt en bezakt. Maandagmiddag waren honderden studenten in gekleurde t-shirts onderweg naar de Bruiscamping. Lekker twee nachtjes kamperen op Sportpark de Marslanden voor de HBO-introductieweek in Zwolle. Camping Life 2.0. Nee, we zijn even wachten op de telefoon. Nou ja, je kan je telefoon hier lekker opladen. Dus ja. Je moet wel oppassen hoor, want straks wordt je telefoon er gewoon uitgenakt. Ja, hè? Dat is ook weer zo. Kijken, dan let ik op. Okay, wat gaan jullie studeren? Hallo, allebei. Ja. Hallo, docent. Hallo. Leraaropleiding. Ja, ja. Lekker sportief dus? Ja, nou, bier drinken is ook een sport. Is het een beetje gezellig hier? Zeker. Wat heb je net gegeten? Ja, twee frietjes. Kom je uit Zwolle of ergens anders vandaan? Uit Apeldoorn. Apeldoorn, je gaat studeren in Zwolle? Ja. Wat ga je studeren? Journalistiek. Dus uit Apeldoorn. Wat weet je al over Zwolle? Dat het een Hanzestad is. Ik ken de paperbus. En voor de rest weet ik dat het heel gezellig is. Ja. Ik ben al 2 jaar aan het studeren. Je bent al 2 jaar aan het studeren, ja. Oké, maar toch op de Bruiscamping vandaag? Ja, als bruismentor. Ik moet het ook even ervaren natuurlijk. Oh, als mentor, zeg maar. Ja, ja. Klopt. Ja, op die manier. En hoeveel mensen heb je onder je, om het zo maar te zeggen? 7. 7. Ja, dat is niet heel veel. Ging het allemaal goed vandaag met de tent opzetten en zo? Nou, het ging eigenlijk heel soepel. Makkelijke tentjes. Goede sfeer zit erin. Ja, dat is genieten. Ja. Ik ga AD-management doen. Ja, gaat management doen? Ja, op Windesheim, 2 jaar. 2 jaar? 2 jaar. En jij? Communicatie, maar dan 4 jaar. Oké, communicatie. Wat weet je al over Zwolle? Nou ja, ik woon in Kampen, dus ja, wat ik weet van Zwolle, ja, ik ken het wel een beetje, maar ik weet er niet heel veel van. Wordt er niet met de hand gepompt vandaag? Nee, alleen Bart. Oh, je hebt een lekkage, zie ik, of niet? Ja. Heb je deze nou van thuis meegenomen of is hij van hier? Nee, is van hem. Of van jou? Ja, jij bent gelukkig met een gat in het... Zeker. Dat is daar gebeurd, op die spijker, daar achter u. Ja. Nog zitten dat je de hele week hierop kunt slapen dan? Oh, het scheelt, ik hoef geen week. 2 nachtjes maar. 2 nachten. En natuurlijk wordt er 's avonds gefeest. De opening is in Park de Wezenlanden en de sfeer zit er goed in. Ik ben als burgemeester ontzettend trots dat jullie voor Zwolle gekozen hebben om hier te gaan studeren. Echt geweldig. Fantastisch. Zwolle. Goeie handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts. We gaan van links naar rechts. En de klappen, 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 klappen. En de volgende ochtend, dat is er vroeg uit voor de douches of toch lekker uitslapen. Jij bent vroeg op. Ja, ik ga even kijken of ik nog kan douchen nu. Ja. Dus ja, ik werd wakker gemaakt, dus ik dacht, nou kan ik net even kijken of de douches nog, of dat is. Was het een lange of een korte nacht? Ja, viel mee, 2 uur, dat is nog vrij netjes, toch? Je hebt op 2 uur ben je op, in de tent gekropen, zeg maar. Ja, ja, ben ik ook lekker geslapen. Okay. En vanavond mag het wat later, maar 2 uur vond ik wel goed nu. Hoe was dat nachtleven in Zwolle? Leuk. Ja hoor, dat is altijd goed hè. Waar ben je geweest? We zijn eerst bij Bloopers geweest en daarna hebben we blij gezeten. Gezellige nacht zeg maar. Ja hoor. Ja. Maar je komt uit Zwolle, heb ik ook begrepen? Ja, uit de buurt. Dus okay. Ik kom wel vaker, maar het is altijd leuk. Dus, okay. Wat voor opleiding ga je doen? Duits en aardrijkskunde. Hoe was de nacht? Ja, heerlijk. Heel goed geslapen. Goed geslapen? En vroeg op bed of laat op bed? Laat. Laat. Wat was laat? 3 uur, denk ik. Oeh, dus je hebt niet heel veel uurtjes slaap gehad, zeg maar. Nee. Okay. Hoe was het nachtleven in Zwolle? Ja, heel leuk. Yeah. Ja, gezellig. Was het de eerste keer? Of? Ja, ik ben nog nooit in Zwolle geweest, maar ik vond het heel erg leuk. Okay. Ja. Waar ben je geweest, weet je dat toch? Ja, het Vliegend Paard. Ja, het Vliegend Paard. Het studentencafé van Zwolle. Ja, ja. Dat klopt. Okay. Wat ga je studeren? Docentopleiding Nederlands. Klinkt interessant. Succes ermee.